Ziezo, ik heb deze ochtend weer op het OK op reproductieve geneeskunde gestaan. Ik heb weer een aantal eicel pick-ups gezien. En dan ook een embryotransfer. Dus een embryotransfer is dus dat de gynaecoloog het embryootje van een vijftal dagen of zo in de baarmoeder van de patiënt inbrengt. Een nieuw pakje voor in het labo te kunnen. Voilà, dit pakje moeten wij dragen als we naar het labo gaan. Het is een beetje astronautenpakje. Dat is wel leuk. Wij zijn klaar om een rondleiding te krijgen in het fertiliteitslabo. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook een aantal spermacellen zitten analyseren onder een microscoop, wat toch wel tamelijk interessant was. Dus ja, dat was wel een beetje het andrologielabo. Dan hebben we ook in het IVF-labo een rondleiding gehad. Ja, we moesten ook van die speciale astronautenpakjes aandoen om in het labo binnen te kunnen. Want ja, dat is heel anders dan het OK. Bijvoorbeeld in het labo moet je zorgen dat alles gecoverd is, hè. Dus dat zijn pakjes met lange mouwen. Want ja, huidschilfers en zo, die mogen, ja, dat is allemaal niet goed. Je moet ook een speciale covershoes aandoen, zodat het allemaal zo hygiënisch mogelijk verloopt. Dus ja, dan hebben we dus een rondleiding gekregen in het IVF-labo. En wat ik ook tof vond om te zien, was zo, er is zo een hele grote ruimte met allemaal tanken. En die tanken bevatten eicellen, zaadcellen en embryo's. En daarin worden die dan bewaard. Dat was wel, ik vond dat wel echt heel interessant om te zien. Die worden dan bewaard in stikstof. Ik heb dus bijvoorbeeld de samensmelting gezien van een zaadcel en een eicel in één grote cel. En die cel gaat dan vermeerderen en gaat dan uiteindelijk echt ontwikkelen tot een embryo. Dat is echt wel tof om te zien. Dan heb ik ook nog een interview gehad met professor Dr. Herman Toenet. Professor Dr. Herman Toenet is de grote baas van het Centrum van Reproductieve Geneeskunde. En hij is ook op Top Doctors Messina. Dus ik heb eventjes een babbeltje met hem gedaan en hem zo een aantal dingen gevraagd. Ik zit hier in het bureau van topdokter professor Dr. Herman Toenet. En ik ga hem nu even een paar vragen stellen. Eerst en vooral ga ik het hebben over de stagiaires die hier toch bijna elke week rondlopen. Wat vind je daarvan om zo stagiaires elke week op de dienst te hebben staan? Ik vind dat natuurlijk heel positief, dat is heel plezant. En ook voor een tweede reden, omdat wat wij doen is nogal speciaal. Is ook op het eerste zicht fertiliteit. Maar bijvoorbeeld de collega die vandaag met mij volgde, die heeft van alles gezien. En die heeft ook gezegd, het was wel heel interessant wat ik hier allemaal gezien vandaag. Dat is dus zo. Eigenlijk is het een fertiliteit is een wereld waar dat jullie als student toch niet zo heel veel over zien, denk ik. En hier zit natuurlijk in het centrum, waar eigenlijk alles wat maar mogelijk is wereldwijd ook gebeurt. En waar je ook heel veel verwijzingen krijgt. Maar verwijzingen, als wij publiceren, wij zijn eigenlijk een quaternair verwijscentrum. Hè. Dus 70% van de patiënten die komen, die hebben al elders IVF gehad voordat ze naar hier komen. Dus, snap je? Wij zijn de eerste lijn, gynaecologie tweede lijn, IVF-centrum derde lijn. En wij zijn eigenlijk de vierde lijn. Wij vissen achter de andere fertiliteitscentra. Ja. Dus, en dat maakt het interessant, omdat alle gevallen die hier komen, zijn niet gewoon de door de weekse IVF-gevallen. Daar is altijd wel iets specifiek aan, speciaal van pathologie.
bijvoorbeeld, er zijn zeer zeldzame zaken bij de man, bijvoorbeeld hypo-hypo, hè, dus mannen met een probleem waardoor ze geen zaadproces, omdat ze hormonaal, hè, dat zijn zeldzaamheden, maar wij zien dat wekelijks. Dat komt allemaal bij ons hier terecht. En dat maakt het hier ook tof, denk ik, ook voor de studenten. Ja. En je merkt dat wel, dat ze zeggen van, ik heb hier toch speciaal iets gezien. Ja, het is een heel speciale dienst. Ja. Dan zien ze dat je anders, allee, op andere diensten... Ja, ik denk ook, ik weet niet dat dat zo is, maar de vibe zit hier wel goed, denk ik. Ja, het is heel interessant. Ja. Het is iets wat je echt nooit anders ziet. En wat was nu zo je mooiste moment in je carrière? Goh. Het mooiste moment, het allermooiste moment, dat kan ik nog moeilijk zeggen, denk ik, want dat is de bevallingen van uw kinderen en zo, hè, meestal. Maar professioneel gezien, ja, zijn er heel veel mooie momenten geweest. Ik bedoel, weet je, als je zo'n patiënt kunt helpen die, bij wijze van spreken, uitgeprocedeerd is en waar je toch zegt, ja, misschien als we dat doen en die worden toch zwanger en zo. Dat zijn mooie momenten. Ik heb altijd om kerstmis heel mooie momenten. Enorm veel patiënten sturen mij nog kerstkaarten en ik heb zo mensen die 20 jaar geleden, die elk jaar opnieuw met kerstmis zo'n foto sturen van bij de kerstboom of met een hond, met een kerstmis, je kent dat wel, hè, met hun kinderen die je mee ziet opgroeien. Dat is toch fantastisch. Elk jaar zeg ik, alleen wanneer gaat dat kaartje komen van die, en als dat nog komt van een ander, die mij altijd belt. Elke keer belt hij mij, elk jaar opnieuw, en die, om een prettige nieuwjaar te wensen. En dat zijn de mooie momenten, hè, want je ziet dan toch dat je zelfs na 20 jaar dat die mensen aan je blijven denken. Ja. Je moet eens kijken op onze website. Daar is een mogelijkheid dat mensen een bericht achterlaten. Goed of slecht, wij filteren dat eigenlijk niet. Dus dat staat soms in. Ik zag onlangs iemand zei, ja, na 7 keer nog niet zwanger. Maar desondanks wil ik iedereen van het personeel bedanken. Want ik heb mij goed begeleid bijvoorbeeld. Spijtig genoeg geef ik het nu op, et cetera. Spijtig. En dan zie je daar ook mensen staan die zeggen, oh, we zijn nog altijd tevreden. Onze kinderen zijn nu 12 jaar oud en we willen nog altijd... Allee, na 12 jaar... gaan die mensen toch op onze website kijken en gaan die een bericht achterlaten. Dat zijn mooie momenten. Ja. Dus dat is niet één, dat zijn er vele. Gelukkig. Ja, dat is heel mooi om daar deel van uit te maken uiteindelijk. Hè, ja, je merkt dat je een verandering in die mensen hun leven hebt gegeven.